Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport zegt dat zij in de 18 maanden als minister heel weinig heeft kunnen bewerkstelligen op haar ministerie. Zij gaf dit gisteren aan voor de aanvang van de Raad van Ministers. De bewindsvrouw onderstreept dat ze veel wil doen en bereiken, maar moet werken met de middelen die beschikbaar zijn. De gemeenschap kijkt ook naar je op en je wil heel veel doen, maar je moet toch binnen de beperkte middelen blijven. En daarmee hebben we dus kunnen bewerkstelligen wat we konden doen. Op dit moment wachten we nog op, mijn collega financiën is dus nog bezig om de middelen vrij te maken. En zo gauw dat gebeurt, kunnen we dus starten. Maar we hebben voor het begrotingsjaar 2021 alle middelen welke op de begroting staat, hebben we dus laten verbinden. Zodat we, en de leveranciers die willen niet in zee gaan met de overheid, omdat ze dus klagen dat we dus niet betalen, we zijn wanbetalers. Dus ze willen graag eerst een deel van dat geld zien voordat ze starten. Maar we hebben bijvoorbeeld meegenomen aan de Schijver van Langatabiki. Ik heb het zelf persoonlijk moeten ervaren dat wanneer het gaat om aanmeerstijgers, dat dat echt nodig is voor, voornamelijk in het binnenland. We hebben dus meegenomen bestuurdienst gewoon in Pusugruno. We hebben meegenomen de logeergebouwen in het binnenland die verder gerenoveerd moeten worden of afgebouwd moeten worden. Maar ik heb begrepen van mijn collega dat van financiën dat we dus nog even moeten wachten en het komt goed. En dan zullen we best wel starten. Er is samen met de vaste commissie van de Nationale Assemblée nagegaan hoe de begroting van het ministerie eruit ziet. Er is aangegeven dat er niet genoeg middelen beschikbaar zullen zijn voor het sportbeleid en ook niet voor de districtscommissarissen. Maar je dient wel rekening te houden met de beschikbare middelen. En dan ga je dus kijken wat eigenlijk prioriteit geniet en daarmee ga je alvast starten. Ze hebben dus nooit genoeg ruimte, maar we moeten onze DC nu creatief gaan maken, dat ze dus overal gaan zoeken naar middelen. Maar wat ook belangrijk is, is dat we dus op dit moment krijgen ze alleen via het ministerie van RO en S middelen. Maar we willen dus de DC's, die elk jaar hebben ze dus een districtsplan die ze indienen. En we zijn bezig, of we zijn, we hebben al afgestemd met de verschillende ministeries om hun bijdrage ook te storten in het districtsfonds. Minister Emanuel gaf verder aan dat haar ministerie klaar is voor de begrotingsbehandelingen dat het nu afwachten is.